it is very important. Dus het is heel erg belangrijk. As a child of God. Als kind van God. That you learn. Dat u leert. To desire growth. Om te verlangen naar groei. Last week we were dealing with conscience. Vorige week hebben we het geweten behandeld. It's a vital tool for your growth. Dat het een vitaal werktuig is voor uw groei. When your conscience is here, want als uw geweten verdoofd is, you become insensitive to the things of God. Dan wordt u ongevoelig voor de dingen van God. Are you getting this? Begrijpt u dit? Our problem is, maar ons probleem is the many churches that we see now. De vele kerken die we tegenwoordig zien. Church A, the name is Mountaintop. Kerk A, de naam is Mountaintop. Church B, the name is Rivertop. Kerk B, de naam is Riviertop. Church C, the name is Waterflow. Kerk C is de naam Watervloed. So people get confused with those names. Dus mensen raken verward door al die namen. But in heaven, maar in de hemel, there will be no such thing like Church A or Church B. Zal er niet zoiets zijn als Kerk A of Kerk B. Now, why are we having all these names? Nu, waarom hebben we dan al deze namen? God allowed this thing now. God staat dit ding nu toe. He permitted. Hij staat het toe. To work his plan out. Om zijn plan uit te werken. But a time is coming. Maar er zal een tijd komen. When the walls will be stripped out. Muren compleet blootgelegd worden. And this is what we will see. En dit is wat we dan zullen zien. Just two group of people. Twee groepen mensen. Because the many division too that is happening among believers is because I'm in church A and church C. Want de vele verdeeldheid die er gaande is onder de gelovigen is omdat de een in kerk A is en de ander in kerk C. So at the end of the day. Dus aan het einde van de dag. We will meet just two group of people. Zullen we maar twee soort groepen mensen ontmoeten. The Adamite people. En dat zijn de Adamische mensen. And the in Christ people. En de in Christus mensen. Either you belong to Jesus. Of je behoort Jezus toe. Or you belong to the world. Of je behoort de wereld toe. And when you begin to have this kind of mentality, en wanneer je zo'n soort mentaliteit begint te hebben, you will not be locked down by a particular place. Zul je niet opgesloten kunnen worden bij een specifieke plaats. When you know you are not growing. Wanneer u weet dat u niet groeit. Because sometimes you just find yourself in a place. Want soms bevind je jezelf gewoon aan een plaats. But nothing is working for you. Maar er werkt helemaal niets voor u. And you say, I'm in church C. En dan zegt u, ik ben in kerk C. I'm in church D. Of ik ben in kerk D. But you are 10 years in that place. Maar 10 jaar zit u al op die plaats. No growth. En u bent helemaal niet gegroeid. The same religious spirit. Diezelfde religieuze geest nog the steeds. Same tradition. Diezelfde traditie Monday nog steeds. Monday to Sunday. Van maandag tot zondag. So the question is, dus de vraag nu is. Do you belong to Christ or you belong to a building? Behoor je in Christus of behoor je aan een gebouw toe? And growth starts en groei begint when you begin to understand whom you belong to. Dat je begint te begrijpen aan wie u toe behoort. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, on this planet Earth, dus op deze planeet Aarde. I think we had something like that some months ago. Ik denk dat we dit een paar maanden terug hebben behandeld. We have the Adamite generation. Dat we het hadden over de Adamische generatie. The people that have not accepted Christ. De mensen die Christus dus niet hebben aangenomen. They fall in that category. Die vallen onder deze categorie. And we have the in Christ people. En we hebben de mensen in Christus. That is why sometimes. En daarom soms. You go through some challenges in life. Ga je door uitdagingen heen in het leven. You prayed. En je hebt gebeden. It did not change. Het is niet veranderd. You cried. Je hebt gehuild. It's like God didn't hear you. Het leek net alsof God u niet hoorde. Today I will tell you the answer. En vandaag zal ik u het antwoord vertellen. The truth is, de waarheid is. It's not that God doesn't love you. Het is niet dat God niet van u houdt. You were not just born again because God wanted to answer your prayer. God wants you to know him. En u bent niet alleen maar wederom geboren dat God uw gebeden kan beantwoorden, maar God wil ook echt dat u hem kent. By the way. En trouwens. Your circumstances. Uw omstandigheden. Or the challenges in your life. Of de uitdagingen in uw leven. They are never there to kill you. Zijn nooit daar om u te doden. They are there for you to overcome it for your promotion. Ze zijn daar voor u om het te overwinnen voor uw promotie. So God will not take it away. Dus God gaat het niet weghalen. God will let them be there. God laat het daar zijn. For you to grow. Zodat u kunt groeien.
That's why he said, when you go through the waters. Daarom zegt hij als u door de wateren gaat. He said, I will be with you. Zeg, he ik zal met say, I will take the water away. En hij heeft niet gezegd, ik ga dat water weghalen. Why will God allow you go through waters? Waarom zal God toestaan dat je door de wateren heen and gaat? He didn't take it away. En haal het niet weg. Because dat is omdat God wanted to walk on the water. God wil dat u wandelt op het water. God wants you wilt dat u to walk on the water. Loopt op het water. God wants you to overcome that problem. God wil dat u dat probleem overwint. So sometimes you pray. Dus soms bidt u. It's like the water. Dan is het alsof het water is still there. Nothing happens. En dat er niets gebeurt. You pray. Je bidt. And you discover that. En dat ontdek je dan. What is the thing that God wants you to know? Wat is dan hetgene wat God wil dat u weet? That is what we'll be learning. Dat is wat we zullen leren. Then next week. En dan volgende week. I'll be showing you. Zal ik u laten zien. God's purpose in your trials. Wat Gods doel is in uw moeilijkheden. You see, growth is something you have to desire. Want ziet u, groei is iets wat u moet verlangen. You have to. U moet er naar verlangen. So, put the text. Dus laten we de tekst bekijken. Isaiah 43 verse 2. Jesaja 43 vers 2. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. Look at God. I remember the Hebrew boys. En kijk naar God. Ik herinner nog die Hebreeuwse jongens. They prayed. Zij baden. It did not stop them from going into the fire. En dat weerhield ze niet van dat ze toch die oven in moesten gaan. So you ask yourself a question. Dus je zou jezelf de vraag moeten stellen. Didn't God hear them? Heeft God ze dan niet gehoord? Where was God? Waar was God dan? When they were threatening them. Toen ze bedreigd werden. Our scripture. Ons schriftgedeelte. We just read. Wat we net hebben gelezen. God was with them. God was met hun. But what part of God? Maar welk deel van God? That God wanted them to know. You see, in every situation, God want to reveal something about him that you don't know. En welk deel van God wilde God dat zij van hem leren kennen? Want in elke situatie waar u doorheen gaat, wil God een deel dat u een deel weet en kent van hem. And that is part of your growth. Maar dat is ook dus deel van uw groei. The situations are not there to overwhelm you. Die situaties zijn daar niet om u te overweldigen. But they are there for you to walk on top. Maar ze zijn daar voor u om erboven te kunnen wandelen. But how can you walk on top of something without knowledge? Maar hoe kun je boven iets wandelen zonder kennis? If the boys didn't go through the fire. Als die jongens niet door het vuur heen waren gegaan. They would never understand that God can stop the fire from burning them. Hadden ze nooit begrepen dat God het vuur kon stoppen van hun te verbranden? They will never know that God is bigger than any fire. Dan hadden ze nooit geweten dat God groter was dan welk vuur dan ook. Are you getting this? Begrijpt u dit? If Daniel did not go through the lion's den. Als Daniel niet in de leeuwenkool was geweest. He will not know that there is a God that can shut the mouth of a lion. Zou hij niet hebben geweten dat er een God is die bek van die leeuw kon dichtmaken? He will never know that there is a God that is bigger than all these things. En dan had hij nooit geweten dat er een God is die groter is dan al deze dingen. Remember, Daniel also prayed. En ze onthoudt, Daniel bad ook. 3 times a day. En dat deed hij 3 keer per dag. But he was still in the lion's maar den. Toch bevond hij zichzelf in die leeuwenkool. Remember the Hebrew boys. En die Hebreeuwse jongens. They also prayed. Die hadden ook gebeden. But they were still there. Maar nog steeds so moesten ze erin. You ask yourself a question. Dus soms stel je jezelf de vraag. Father, why am I going through this? Vader, waarom ga ik hier doorheen? Don't you love me? Houdt u dan niet van mij? Don't you see? Kunt u het niet zien? God said, no. My love for you didn't change. I am seeing everything you are going through. In short, I am there to solve your problem. But I want to show you another way how I do it.
En God zegt, ja, ik zie waar je doorheen gaat, maar ik wil je laten zien dat er mijn manier is om een probleem op te lossen. Are you getting this? Begrijpt u dit? I want to make you useful. Ik wil u nuttig maken. Because at this stage, want op deze fase you are not useful. Ben je niet bruikbaar. When you learn of me, wanneer je van me leert, you will become useful. Zul je bruikbaar zijn. Are you getting this? Begrijpt u dit? Then in Matthew, en in Matthäus dan, these secrets begin to come up. En beginnen deze geheimenissen op te komen. What God want to let you know. Van wat God u eigenlijk wil laten weten. De deur mag nu dicht. Is somebody learning something? Leert iemand Look iets? At your neighbor, say desire growth. Kijk naar uw buurman en zeg verlang naar groei. Our problem is we quit. Maar ons probleem is dat we het opgeven. We quit. We geven het op. We quit every little thing. We geven het op bij elk klein dingetje. That comes our way. Dat op ons pad komt. We quit. Dan geven we het weer op. And then, en dan we say, well, zeggen we, nou, God has forsaken me. God heeft me verlaten. No. Nee. He didn't. Hij heeft u niet verlaten. He wanna teach you something. Hij wil u iets leren. He said in the book of Matthew 11, get there. Hij zegt in het boek van Matthäus 11, laten we daar naartoe gaan. Are you learning something? Leert u hier iets? So next time when you pray for something, dus de volgende keer wanneer je iets, voor iets bidt, and you don't get an immediate answer, en je krijgt niet terstond antwoord, don't say, moet je niet zeggen you are tired. Dat je moe bent. Oh, God didn't hear me. Oh, want God heeft me niet gehoord. No, he heard you. Nee, heeft u wel gehoord. He wanna teach you something. Maar hij wil u iets leren. Jesus said, Jezus zei to the disciples, tegen de discipelen, go on to the other side. Ga naar de overkant. I believe. Ik geloof God wanna teach them that Jesus could walk on water. Dat God ze wilde leren dat Jezus kon lopen op water. Are you getting it? Begrijpt u dit? God wanted to teach them God wilde ze leren Jesus doesn't need a boat to go to the other side. Dat Jezus niet eens een boot nodig had om aan de overkant te komen. Oh my God. Philip. Filippus. Carried by a whirlwind. Die werd meegevoerd in een wervelwind. Supernatural traveling. En dat was bovennatuurlijk reizen. God wanted to tell Philip that you don't need a plane to get to Ghana. En God wilde tegen Filippus zeggen dat hij geen vliegtuig nodig had om in Ghana te belanden. I can just carry you and bring you there. Ik kan je gewoon daar naartoe dragen en brengen. You don't need corona restrictions. Oh, Jesus en je hebt Christ. Geen corona restricties nodig. You don't need that. Dat heb je niet nodig. You don't need a new variant. U heeft niet een nieuwe variant nodig. To wait for. I can just carry you and take you where I have to go. Ik kan je gewoon dragen naar waar je naartoe moet. Then I bring you back. En dan breng ik je ook weer terug. Are you getting this? Begrijpt u dit? So now watch something. Dus nu bekijk iets. Verse 28. Vers 28. Say grow up. Zeg, word volwassen. Say grow up. Groei op. Say grow up. Groei op. Come unto me, all ye that labor. The word labor, that means kopiao. Dat woord arbeiden betekent kopiao. It's a Greek word. Het is een Grieks woord. They call it like this, kopiao. En ze noemen het kopiao. It means. Het betekent. You are tired. Dat je vermoeid bent. Why are you tired? Waarom ben je vermoeid? Your own self-effort. Door je eigen inspanning. It means het betekent you are struggling. Dat je dus worstelt. Why are you struggling? En waarom worstel je? Your own self-effort. Door je eigen zelfinspanning. Remember, onthoud you did not save yourself. Dat je jezelf niet hebt gered. He saved you. Hij heeft u gered. He started something new. En hij is iets nieuws begonnen. In your life. In uw leven. And the only way you can understand it. En de enige manier hoe je het kan begrijpen. Because. Omdat. He started it. Hij het mee begonnen and is. He will finish it. En hij het zal voleindigen. So the only way to understand it. Dus de enige manier om het te begrijpen. Is to learn of him. Is om van hem te leren. Is to learn of him. Is om van hem te leren. Watch this. Kijk dit. The word means. Het woord betekent. You are tired. Dat je vermoeid bent. Because of your circumstances. Vanwege je omstandigheden.
You pray to pray to pray to are tired. Je hebt gebeden, gebeden en gebeden en je bent zo moe. You have waited for that husband. It's like he will never show up. Je hebt zo lang gewacht op die echtgenoot. Het lijkt alsof hij maar niet komt. You waited for that business breakthrough. It's like it's not coming. Je hebt gewacht op die zakelijke doorbraak en het lijkt alsof het maar niet komt. And the Bible says. En de Bijbel zegt. And a heavy laden. That means now you start to develop spiritual anxiety. En dit betekent dus dat je nu een geestelijke paniekaanval aan het ontwikkelen bent. You are now anxious. En nu ben je dus paniekerig. Oh, I don't know how to pay the bill. En oh, ik weet niet hoe ik die rekening ga betalen. Tomorrow is the last day. Morgen is het voor de laatste dag. Then you didn't stop there. En daar eindigt het dan niet oh, bij. Oh, now is now they are calling it Christmas. I do not even send money to nobody. Oh, en nu is het al kerst en ik heb nog niet aan iemand geld gestuurd. I don't have a job. How is my family? In short, you are so busy with your situation in such a way. En je bent dan zodanig bezig met je situatie op zo'n danige manier. You start to develop panic attacks. Dat je nu paniekaanvallen erdoor krijgt. So not only are you laboring. Dus niet alleen ben je dan belast jezelf with your own effort. In je eigen inspanning. You are praying, it's not working. Maar je gebeden werken ook niet. But now, maar nu anxiety. Is er ook paniek ineens. Where is God? Waar is God? Where did he go? Waar is hij naartoe gegaan? Is he on vacation? Is hij op vakantie? Is he blind? Is hij blind? Is he deaf? Is hij doof? Can't he talk? Kan hij dan niet praten? No, he's talking, but you are not listening. Nee, so I'm hij about praat. To show you something. Hij praat, maar je luistert helemaal niet. Dus ik sta op een puntje iets te laten zien. He's talking. Hij praat. You are not listening. Maar je luistert niet. That's why you are struggling. En daarom worstel je dus. Watch this. Let op. Zeg growth. Zeg groei. Zeg desire growth. Zeg verlang naar groei. Zeg desire growth. Zeg verlang naar groei. Zeg desire growth. Verlang naar groei. Then the Bible says. En dan zegt de Bijbel. And I will give you rest. En ik zal u rust geven. It says come to me. Het zegt kom naar mij. All ye that labor. Alle die vermoeid zijn. And are heavy laden. En belast. And I will give you rest. I will give you rest. Ik How? Zal u rust geven. Hoe dan? Study to rest. Bestudeer, studeer om uw rust in te gaan. Study. Studeer. To do what? Om wat? Uw rust in te gaan. Study to do what? Om uw rust in te gaan. Study to do what? Studeer om uw rust in te gaan. So your problem. Dus uw probleem. Is lack of knowledge. Is door gebrek aan kennis. You are thinking God changed. U denkt dat God veranderd is. But you don't know he did not change. Maar u weet dan niet dat hij helemaal niet veranderd is. You are thinking he abandoned you. U denkt dat hij u heeft verlaten. You don't know he's standing right where you are. Maar u weet niet dat hij juist staat waar u bent. And the reason why the water have not swallowed you up yet is because he is there. En de reden waarom het water je niet heeft opgeslokt nog is omdat hij nog daar is. But you see, maar ziet u, you are so busy with the things that are happening that you forget that he is there. En zie je, je bent veel te druk bezig met al die dingen die er maar gebeuren. En dat je zelfs vergeet dat hij er is. Are you getting this? Begrijpt u dit? He didn't go anywhere. Hij is nergens naartoe gegaan. Hear what the Bible says in Hebrews 3:18-19. That for me. En laten we kijken wat de Bijbel zegt in Hebreeën 3:18-19. And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So that struggle is unbelief. Dus die worsteling is door ongeloof. Hear what Shadrach and Meshach. Shadrach, Meshach and Abednego they said. En hoor wat Shadrach, Meshach en Abednego zeiden. So we are not careful about this matter. Oh, we zullen niet bezorgd zijn hierom. No, we are not. Nee, we zijn hier niet helemaal we zijn hier niet bezorgd hoor. O king, we are not careful. O koning, we maken ons niet druk hoor. We are not careful. You better get there fast. Move there for me. Laten we snel gaan. We are not careful to answer thee in this matter. We are not careful. En wij hoeven hierop geen antwoord te geven. We don't have nothing to think about. By the way, we don't have any discussion. En we hebben ook geen discussie. Why are you anxious after you have prayed? Waarom zou je bezorgd moeten zijn als je gebeden hebt? God heard you? Vertrouw je wel op dat God je heeft gehoord?
Maybe the answer is not coming the way you expect. That doesn't mean he did not hear you. En misschien komt het antwoord niet zoals jij het had verwacht, maar dat betekent nog niet dat hij u niet gehoord heeft. Hear this. Hoor dit. We are no. We are not careful. We are not careful. Hey, we maken ons niet druk. We are not careful. Let me just tell you. We are not anxious. En we zijn niet paniekerig. I can't develop spiritual anxiety in this one. En ik kan geen geestelijke paniek. Say, oh King, remember. Let me talk to you a little bit. And then the Bible continues. Look at this thing. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King. Then they say the next verse. Dus zeiden ze in de volgende. But if not, that is what they said, they are not careful. En dat was waar ze dus niet bezorgd om waren. Can you see it? Kun je het zien? This is the part that they were not careful Dit about. Dit is het deel waar ze afraid. Bang voor waren. Be known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Why? En waarom? They know who God is. Omdat ze wisten wie God was. They have knowledge of the God they serve. Ze hadden kennis van de God die ze dienden. And they know. They understood that in every situation there is something God wants to teach you. En ze wisten en begrepen dat in elke situatie er iets was wat God ze wilde leren. So instead of you to be panicking. Dus in plaats van dat u in paniek raakt, get excited. Moet je juist enthousiast worden. Because that circumstance, want die omstandigheid, is drawing you closer. Trekt je juist dichter. That circumstance, die omstandigheid, God is using it to impart on you. Gebruikt God juist om je te imparteren. God is using it to teach you something. God gebruikt het juist om iets te leren. About himself. Van zichzelf. That you don't know about. Wat u nog niet weet. Watch this. Kijk dit. God's focus. God zijn focus. In your life. In uw leven. Is not things. Zijn niet dingen. He did not save things. Hij heeft geen dingen gered. God. Jesus did not save things. Jezus heeft geen dingen gered. There is no scripture that says he died for things. Er is geen enkel schriftgedeelte dat zegt dat hij gestorven is voor dingen. He saved you. Nee, hij heeft u gered. That through you. Dat door u heen. Things will be put in place. Er dingen op zijn plaats werden his gezet. His concern is always you, not things. Dus Jesus. Hij is altijd gemoeid met u en niet om dingen. That is his concern. Want u bent zijn bezorgdheid. When God show up, wanneer God verschijnt. If you notice, your discussion is about you and him. Als, dan zie je dat alleen uw gesprek om u en hem gaat. It's not things. En dus niet om dingen. Things can always follow you. Dingen kunnen u altijd when volgen. You are in order. Wanneer u op orde bent. So one day you will grow up, the car that you are praying about, you will not pray for it anymore. Dus op een dag, als je volwassen bent geworden, de auto waarvoor je bad, zal je niet langer meer voor bidden. The house that you are praying for, you will not pray. En het huis waar je voor bad, zal je niet meer voor bidden. The husband that you are praying for, you will not pray. En die echtgenoot waar je voor bad, zal je the niet meer bidden. The husband will come, the house will come, the car will come, because you are in place. En de echtgenoot zal komen, het huis zal komen, alles wat je nodig hebt zal komen, omdat u op zijn plek bent. You are in place. U bent op zijn plek. Once you are strategically positioned spiritually, things come. En wanneer je strategisch gepositioneerd en op zijn plek bent, dan komen dingen. You don't beg for the dan things. Hoef je er niet op they te smeken, want ze komen dan. You stay in your house, the husband come. Je bent thuis en je echtgenoot you komt. You stay in your room, the business partner come. Je bent in je ruimte en die zakenman you komt. You stay in your house, the job je comes. Je bent thuis en die baan komt. You did not even apply for one, it je comes. Je hebt niet eens gesolliciteerd, het komt gewoon. It comes. Het komt gewoon. It comes. There is a qualification. Er is God. Je bent al vol van vertrouwen dat God, God has a way. Een manier heeft. Oh, Jesus. Somebody sit down, let me teach iemand, you a little bit. Je mag plaatsnemen, laat me u onderwijzen. The Bible says, de Bijbel zegt, and the Gentiles shall come. En de heidenvolken zullen komen. They shall come. Ze zullen komen. What are they coming for? Waar komen ze they voor? Are coming into your light. Ze komen naar uw licht but toe. How can they come into the light without knowledge? Maar hoe kunnen ze naar het licht there komen is something zonder kennis? You know, er is iets wat u that weet they don't know, dat zij niet so weten. They come. Zo dus komen ze. The Queen of Sheba.
De koning van Sheba kwam. Solomon didn't go. Salomon ging niet met hem. Prophesy over his house. You will not go. You have been going, but I see them coming. I say you have been going to them. Ik zeg, je ging naar ze toe. You have been rushing to them. Je haastte je naar ze toe. You have been looking for them. Je ging op zoek naar hen. I see them looking for you. I see them coming to you. In the name of Jesus. So watch this. Sit down. Say growth. Zeg groei. Zeg desire growth. Zeg verlang naar groei. And this is where studies come in. En dit is waar het studeren bij komt kijken. Study to rest. Studeer om je rust in te gaan. Study. Studeer. To rest. Om je rust in te gaan. 2 Timothy. 2 Timotheus. He told us to study. Zegt ons te studeren. What did he say? Wat zegt het daar? No, put the one that you put. Hebrew 4 verse 11. Then we are going to Timothy. And he that study to be quiet. Study to be. Studeer om study rustig to be, te zijn. Study to be. Studeer om rustig study to be te quiet. Zijn. All this anxiety there and there. Al dat paniek there and hier en daar. Is not needed. Is helemaal niet so nodig. You have prayed. Dus je hebt gebeden. God didn't do anything. God heeft niets gedaan. According to you. Volgens u. But he wanna teach you something. Hij wil u iets leren. He wanna teach you something. Hij wil u iets leren. So watch this. Dus kijk dit. Say the life of God. Zeg het leven van God. That's why the Bible said the Gentiles will come. En daarom zegt de Bijbel dat de heidenen volken zullen komen. They will come to your life. Ze zullen naar uw licht the Bible komen. Did not say you are going to them. They de say they are coming. Zeg niet dat je naar hun toe zal gaan, maar zij zullen komen naar u. There were times that the Israelites were going to people. Ze zeiden dat de Israëlieten naar mensen toe gingen. They moved to Egypt. Maar ze verhuisden naar Egypte. For survival. Ter overleving. They moved to another nation. Ze verhuisden naar een andere for natie. Survival. Ter overleving. And one day, en op een dag. The prophet prophesied. Het was de profeet aan het profeteren. It will not be so anymore. Dat het niet langer meer zo door kon gaan. They will come to you. En ze zullen nu naar u toe komen. Are you getting this? Begrijpt u dit? Mm-hmm. I see them coming. Ik zie ze komen. I see them moving in. Ik zie ze binnenkomen. When Shadrach, Meshach and Abednego. Toen Shadrach, Meshach en Abednego. Zeiden we. We are not careful in this matter. We hoeven hier niet ons druk om te maken. At the end of the day, who came to them? Uiteindelijk, wie kwam er naar hun toe? Did they go to the king? Gingen zij naar de koning toe? The king. De koning. The king had to come and look for moest zelf naar ze op zoek. And the whole nation. En de hele natie. Change. Die veranderde. So now watch this. Watch this. So the Bible said. Dus de Bijbel zegt. 18 to 19. Get there for me. And to whom swear he that they should not enter his rest, but to them that believe not. And verse 19. Vers 19. So we see that they could not enter in. They could not be quiet. En ze konden niet rustig zijn. Because of unbelief. Vanwege ongeloof. You just prayed for your house. Je hebt net gebeden voor een huis. Then you start getting worried. En dan begin je in één keer bezorgd te doen. Then you say it's taking too long. En dan zeg je, het duurt allemaal zo lang. Who said so? Maar wie heeft dat gezegd? What if God wanna give you a brand new house? Wat als God je een splinternieuw huis wil geven? And then you are trying to go stay in a broke house. En dan probeer je in een kapot huis te blijven. You wanna go stay in a home. En je wilt in een huis verblijven. Which for God. Wat voor God. You have passed that stage. Je al die fase voorbij bent. But because of unbelief. Maar vanwege ongeloof. You start developing anxiety. Begin je nu paniekerig te worden. Then you say, Lord, I sow seed. En dan zeg je tegen de Heer, ja, ik heb zaden gezaaid. I just sowed 1,000 euro. Ik heb net 1,000 euro gezaaid. But nothing happened. Maar er is niets no, gebeurd. God is not interested with 1,000 euro. Nee, God is His niet geïnteresseerd. His interest is you, it's not the money. In die 1,000 euro, zijn interesse in jou gaat niet om het geld. When he saved you, he did not save 1,000 euro. Toen hij u redde, redde hij niet die 1,000 euro.
So he is busy with you. Dus hij is bezig met u. Because when you are repositioned, thousands. Want als u eenmaal in uw positie staat, dan zullen er duizenden. Thousands. Duizenden. Of euros. Van euro's. Not just the thousand that you were looking forward to. En niet die duizend naar waar je uitkeek. Thousands, thousands. Maar duizenden. Jesus. Oh my Jesus. My Jesus. Alignment. For they that have believed. Als zij die geloofd hebben, zijn hun rust binnengegaan. Thank you, Jesus. 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 Somebody sit down. Let me try to teach. En u mag gaan zitten. Laat me proberen te onderwijzen. I'm just trying to teach. Ik probeer te onderwijzen. Watch this thing. Let op. Watch it. Let op. Just watch. Let op. In Hebrews chapter 4. In Hebreeën hoofdstuk 4. Say desire growth. Zeg verlang naar groei. In Hebrews chapter 4 verse 1. In Hebreeën hoofdstuk 4 vers 1. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. And the Bible continued. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith. They didn't trust it. En ze vertrouwden er dus niet op. In them that heard it. Continue. For we which have believed do enter into rest. Come to me and rest. Kom naar mij toe en rust. You are born again to rest. You are not gonna born again to be fighting. En u bent wederom geboren om te rusten en niet wederom geboren om te vechten. But it would take knowledge. Maar het vergt kennis. For you to enter that rest. Zodat u ook die rust kunt binnengaan. True knowledge shall the just be delivered. Door ware kennis zal de rechtvaardige bevrijd worden. But people perish for the lack of knowledge. Maar volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. They are taken into captivity because they lack knowledge. Zijn in ballingschap genomen omdat ze gebrek hadden aan kennis. So you are in captivity because of the lack of knowledge. Dus u bent in gevangenschap vanwege gebrek aan kennis. The deliverance that you need is because you lack it. De bevrijding die u nodig heeft, is omdat u er gebrek aan leidt. You are perishing because you lack the knowledge. U gaat ten onder omdat u gebrek heeft aan kennis. Are you getting this? Begrijpt u dit? That's why the Bible says study to be quiet. De Bijbel studeer om rustig te zijn. You need knowledge. U heeft kennis nodig. You need to study. U moet studeren. It is your carnality. Het is uw vleeselijkheid. That is giving you anxiety. Die u een paniek geeft. Bezorgdheid. Your anxiety. Uw bezorgdheid. Because you think God is not around you. Omdat u denkt dat God niet om u heen is. And God is not watching you. En dat God niet naar u kijkt. And God doesn't know what you are dealing with. En dat God helemaal niet weet waar u mee te maken so you heeft. Are trying to fix it. Dus u probeert het te fixen. When the Bible says, he that has begun. Wanneer de Bijbel zegt, hij die in u... This good work in you. Een goed werk in u begonnen is. I mean Philippians 1:6. Filippenzen 1 vers 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it. Will manifest it until the day of Jesus Christ. He started it. Hij is ermee begonnen. He will finish it. En hij zal het voltooien. Yeah, I'm not choosing me. Ja, u heeft mij niet gekozen. But I have chosen you. Maar ik heb u gekozen. And ordained you. En u bestemd. When? Wanneer? Before the foundation of the world. Voor de grondlegging van de wereld. Ah.
So you are not experiencing rest. Dus u ervaart geen rust. You are still struggling. U worstelt nog steeds. Because you are still so much in your carnal nature. Omdat u nog veel te veel in uw vleeselijke natuur zit. Because you don't want to let go of that old nature. Omdat u die oude natuur maar niet wil loslaten. So you want to still do things your way. Dus wil je nog steeds dingen op jouw manier doen. So you are laboring. Dus raak je vermoeid. You are heavy laden. En je bent dan belast. No rest. En je hebt dus geen rust. You said I prayed. Je zegt ik heb gebeden. I fasted. Ik heb gefast. Nothing happened. En er is helemaal niets gebeurd. Are you the only one that prayed and fasted? Maar ben jij dan de enige die vast? Daniel bad toch ook? And fasted. En hij vastte toch ook? Go ask David. Ga David vragen. He prayed. Hij bad. Fasted. Vasten. The child still died. En zijn kind stierf nog steeds. God didn't change. God was niet veranderd. What message? Welke boodschap? God was trying to communicate. Probeerde God over te brengen. That is your enlightenment. En dat is uw verlichting. That is your point of illumination for your next level. Dat is uw punt van verlichting voor uw volgende niveau. Are you getting something? Begrijpt u iets? Go back to Matthew. Laten we terug gaan naar Matthäus. I will give you rest. And verse 4, verse 3 of Hebrew 4. Vers 3 van Hebreeën 4. As he said, I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world, continue. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest. Even Jesus himself is resting. Zelf Jezus rustte. The seventh day from all his works. So you are laboring instead of resting. Dus u vermoeit zichzelf terwijl in plaats van het uitrusten. And rest goes together with knowledge. En rust gaat gepaard met kennis. Are you getting this? Begrijpt u dit? So now see what verse 10 says. Dus laten we bekijken wat vers 10 zegt. For he that is entered in his rest, he also had ceased from his own works, as God did from his. And verse 11. In verse 11. Let us labor. How? What? Talk to me. Be diligent. Wees ijverig in de dingen die Paul je doet voor hem. Where unto a labor. Paulus zei, waar ik toe arbeid. To his working, which worketh in me mightily. Colossians 1:29. Volgens zijn werken, die machtig werken. Where unto a labor according to his working. Overeenkomstig zijn werking. According to his ability. Volgens zijn vermogen. Is somebody getting this? Put me a beat. The Living Bible there. This is my work. I can do it only because Christ's mighty energy is at work within me. So, if you can do it only because Christ's mighty energy is at work within you, then you should be surrendering to something. En als je het dus alleen maar kan doen volgens Christus zijn machtige energie die aan het werk is in u, dan is er dus iets wat u te weten gaat moeten komen. The fan can only blow because the cable was first was surrendered into the socket. Want een ventilator kan alleen maar draaien omdat een stekker in een stopcontact is gezet. De kabel was put into the socket. De stekker werd in het stopcontact gebracht. The moment it surrendered to it, en het moment dat het zich daaraan overgeeft, the fan begin to blow. Begint die ventilator te draaien.
It didn't just blow automatic. En het is niet automatisch gaan blazen. Something provoked it. Er heeft iets daartoe uitgedaagd. Are you learning something? Begrijpt u hier iets? Now watch this. So we can see. Dus we kunnen zien. Paul. Dat Paulus is helping us. Ons helpt. To know how to rest. Om te weten hoe we kunnen rusten. All these things. Al deze dingen. I'm tired. Ja, ik ben moe, Who is taking your energy? Wie neemt uw energie dan? I'm tired. Ik ben moe. I'm tired. Ik ben moe. Because you don't even know how to pray in tongues when you are walking. Omdat je niet weet in tongen te bidden terwijl je aan het werk bent. One of the reasons, one of the things that tongues does. Een van de dingen die tongen doet. It causes the weary to rest. Het zorgt ervoor dat de vermoeide, de belasten kunnen rusten. That's what the Bible says. Dat is wat de Bijbel zegt. So it's not vacation you need. Dus het is niet vakantie wat je nodig hebt. Het werkt niet. After you get into the plane, you landed in the country, you are tired. Nadat je gewoon met het vliegtuig geland bent. Then you landed, ben je moe. No, now it's shopping time. En zeg, oh nee, we all gaan winkelen. All the things you are doing. Al de dingen die je doet. Is helping you to be tired. Helpen je juist vermoeid te raken. Then in the night you are struggling to get to a restaurant to eat. En s'avonds worstel je om naar een restaurant te gaan om te gaan eten. Then you come back and say, no, let me watch some TV. En dan ga je terug, nou, laten we maar een beetje tv kijken. The next day early in the morning you don't want to miss breakfast. En de volgende dag wil je ook so niet ontbijt missen. So the world has programmed you. Dus de wereld heeft je geprogrammeerd. And then you are tired. En uiteindelijk ben je dan toch moe. Then you went with children. En dan ga je ook nog met je kinderen. Little children. Kleine kinderen. They teach you what headache is. Zij leren je wat in hoofdpijn the morning, is. Crying, hey, you say holidays. En dan zeg je vakantie. You would have just taken them to a plane park. Dat je beter met ze naar een speelhal kunnen gaan. Instead of spending your money to Spain. In plaats van dat je je geld uitgeeft aan Spanje. Just take them to a park. Neem ze mee naar een park. And just sit down, let them en run ga zitten about. En laat zij maar rondrennen. Instead of taking them to a vacation. In plaats van dat je ze op vakantie meeneemt. And you spend your money to Spain. En dan spendeer je geld aan Spanje. They worry you. En ze vermoeien je alleen. Mama, Pepe, Mama, Pepe, Mama, Pepe. In the night, even plus, even dit en dat. You are not even resting. En ze vragen van alles van je. En ze midden in de nacht zelfs. Je kan helemaal niet eens uitrusten. He says, Kat, we need vacation. He says, honey, we hebben vakantie it's nodig. Not a problem. Maar don't lie down is? On the beach under the sun. Ga maar lekker op het strand liggen in de zon. Let me see how that will refresh you. Even people that are going to do massage, they say they are going for wellness place. When they are done with that massage on you, ask yourself, why do you feel so tired? Ja, en al die mensen die altijd in die wellnessplaatsen toe gaan. En als je die nemen dan massages daar. En vraag jezelf af dat als ze helemaal losgemasseerd zijn, waarom ze moest zijn. Ik heb het ooit een keer geprobeerd. I tried it once. Many years ago. Many is Chateau Codos. And jaren when terug. When I was done. Maar toen ik klaar was. I tell my wifey. Zei ik tegen mijn vrouw. After today. Na vandaag. This thing is punishment. Is dit gewoon een straf. I said nobody. Ik zeg niemand. It's gonna touch my body. Gaat mijn lichaam nog aanraken. Nobody. Niemand meer. I felt tired. Ik voelde me zo moe. The massage. Then the ones that are putting pins in their body. Pins in the waist, pins in the teeth. Die naalden in hun lichaam stoppen. You have to rest. Ja, je moet uitrusten. They that have believed have entered into their rest. Zij die geloven zijn hun rust binnengegaan. It's Bibles. Het is Bijbels. Either we believe it. Of we vertrouwen erop. Or we don't. Of we vertrouwen er niet op. Period. Klaar. Vacation time, you don't even pray. You become more carnal than you used to be. Vakantietijd, u bidt niet eens. Dan wordt u nog vleeselijker dan dat u ooit you bent geweest. Have to conduct new deliverance. Yeah. En dan kom je terug en pastor moet nu in één keer de hele bevrijdingsdienst gaan houden voor je. New deliverance.
Well, let me finish this thing and let me try to leave your face a little bit. And look at verse 29. En kijk naar vers 29. You want to go on vacation? Go on a spiritual one. Je wilt op een vakantie gaan? Ga dan op een geestelijke. Make time, you pray, je maakt tijd om te bidden, je Bijbel te lezen. Take it easy. En het rustig aan Don't te doen. Get up in the morning and go to the stores. En dan ga je niet 's ochtends meteen winkelen. You left in the morning, you show up at 6. Je gaat 's ochtends weg en om 6 uur ben je pas terug. After breakfast, you say, let's just go stroll a little bit. You end up back at 6 in the hotel. Ja, laten we een beetje wandelen, maar uiteindelijk ben je pas om 6 uur terug in het hotel. Then you came back. En dan kom je terug. I think now you are refreshed. En dan denk je nu, oh, you are more tired. En dan ben je nog moeier. Go to Matthew 11. Laten we naar Matthäus 11 gaan. Is your Bible? Is the Bible you read? The same Bible. De Bijbel die je leest, hè? Dezelfde Bijbel die ik lees. He said, take my yoke. Take my yoke. Neem mijn juk op. Upon you. Now you should understand. En nu je moet begrijpen. It was a sensitive picture, so I chose not to bring it up. But anyways. Het was een gevoelig plaatje, dus ik heb ervoor gekozen om het niet naar boven te brengen. Maar trouwens. It's like a slave and a master. Het is net als een slaaf en zijn meester. When you look at in the days of slavery, als je kijkt in de dagen van de slavernij, they put a certain chain. Nou, er is een bepaalde keten gelegd on somebody's neck. Om iemands nek. And the person, en die persoon dan, must always do what the master requires. Moet dan altijd doen wat die meester van hem wil. Okay. Okay. So now you are born again. Dus nu, u bent wederom geboren. Tell somebody I'm born again. Zeg tegen iemand, ik ben wederom geboren. Now. That chain nu, that they used to use. Die keten die ze ooit gebruikten. They call it yoke. Ze noemen het een juk. That one was yoke of bondage. Dat was het juk van gebondenheid. You were delivered from yoke of bondage. En u bent dus bevrijd van het juk van gebondenheid. The Bible said, de Bijbel zegt in the book of Galatians, in het boek van Galaten, chapter 5, hoofdstuk 5, verse 1. Vers 1. It says, stand fast in the liberty wherewith Christ has made you free. And do not yoke yourself again. Don't be entangled again with the yoke of bondage. So there is a yoke of bondage, but there is also a yoke of freedom. En er is dus een juk van gebondenheid, maar ook een juk van vrijheid. Now, you must know how it works. En u moet dus weten hoe dit werkt. Because one. Want één helps you to rest. De ene helpt je om te rusten. The other en die ander binds you to your past. Bind je aan je verleden vast. That's why most believers. En daarom de meeste gelovigen. Though you are born again. Ook al bent u you are not resting, you are struggling. Die rusten niet, maar die worstelen. You are always complaining. Je klaagt altijd. You are unhappy. Je bent ongelukkig. You say, ik ben moe. Je zegt, I'm tired. Ik ben moe. I'm tired. There is a simple reason for that. En daar is een hele simpele reden voor. You are born again. Jij bent wedergeboren. But you are still your own boss. Maar nog steeds ben jij je eigen baas. You still want to do things. Jij wil nog steeds de dingen doen. Your way. Op jouw manier. The old nature is still hanging on you so strong. En dan hangt dus die oude natuur nog steeds heel sterk op je. Though you have a new nature. Ook al heb je nu een nieuwe natuur. But you are so much in your past. Maar je bent dan zodanig blijven hangen in je verleden. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, how does this yoke works? Dus hoe werkt dit juk dan? Jesus said, Jezus zei, don't fornicate. Pleeg geen hoererij. He didn't put a rope around your neck. Hij heeft geen touw gebonden om je nek. But that word, maar dat woord has become your yoke of freedom. Is wel je juk van vrijheid geworden. But you see, maar ziet u, you can choose bondage. Je kan ook kiezen voor gebondenheid.
And you say, oh no. En dan zeg je, I'm nou used nee. to my boyfriend. Ik ben toch gewend aan het vriendje van me. Then HIV came. En dan in één keer komt HIV. If you surrendered. Als je had overgegeven. To what he said. En wat hij had gezegd. You experience rest. Dan zou je die rust hebben ervaren. Can you see it? Kun je dit zien? But you don't want to surrender. Maar je wil je niet overgeven. You don't want to submit. Je wil je niet onderwerpen. So instead of experiencing rest. Dus in plaats rust te ervaren. You are struggling. Worstel je. Are you getting this? Begrijpt u dit? Stay at home. Blijf thuis. Don't go out today. Ga vandaag niet naar buiten. You didn't listen. En je luistert Only niet. When you went out, alleen als je naar buiten ging. You encounter Koro. Dat je nu in één keer Koro tegenkomt. Not that he cannot keep you from corona. Niet dat hij je niet kan behoeden van corona. What instruction did you follow the day, that day? Maar welke instructie had u die dag opgevolgd? You met the guy. Je ontmoette die man. He said, be careful. En hij zei, kijk uit. Wees voorzichtig. You say, waarom? En toen zei je, why? So, instead of freedom. Dus in plaats van vrijheid. You always get yourself into things that made you, makes you tired. Verkeer je altijd in dingen die je juist zo moe maken. Are you getting this? Begrijpt u dit? The word yoke means zukos. Het woord juk betekent sukkos. It also means. Het betekent ook. The yoke of God. Het juk van God. Is what gives you stability. Is wat u stabiliteit geeft. It makes you stable. Het maakt u stabiel. Most believers they wankel. En de meeste gelovigen they waver. The reason for that. De reden daarvoor is, because is omdat they are wearing either their own yoke, ze of hun eigen juk dragen, or somebody has put a chain on their neck without them knowing. Of iemand heeft ze geketend zonder dat ze het weten. Somebody can put a chain on you. Iemand kan een keten op u leggen. Spiritually. Geestelijk gezien. And the person begin to toss you like a football. En degene gaat u heen en weer slingeren dan alsof je een of andere voetbal bent. Methodias. Door menselijke methodia's. Tradition. Traditie. Culture. Cultuur. Ah. Today. Vandaag. Is our national day of freedom. Is onze nationale dag van vrijheid. Which one? Welke? Which freedom are you talking about? Over welke vrijheid heb jij het nou? You only become free because you are in Christ. Je wordt alleen maar vrij omdat je in Christus bent. So which one are you celebrating now? Dus welke vier je nu? Double bondage. Dubbele gebondenheid. Are you learning something? Leert u hier iets van? It's important. Het is belangrijk. That you should understand. Dat u begrijpt. God's yoke. Dat God zijn juk. Will stabilize you. Je zal stabiliseren. It will also bring, it will cause you to experience rest. Het zal er ook voor zorgen dat je rust ervaart. Christianity stopt becoming a boring thing. En dan stopt het christendom met iets saais te zijn. Surrender to it. Geef je eraan over. It's so funny. Het is zo grappig. How many of you have ever ride a horse? Hoeveel van u hebben ooit wel eens paard gereden? Abi, did you do that before? Abi, you're powerful. Can you imagine? Kun je voorstellen? You're on the horse. Dat je op je paard zit. Who is controlling the horse? En wie is degene die het paard controleert? Jij zit een bit in die in de paardse mond. So you control it. Dus daarmee beheers je dat paard. The horse stops. En dan stopt Why does het paard. The horse stops? Waarom stopt het paard dan? The horse can feel the pain when you pull the thing. Omdat dat paard die pijn kan voelen als je aan die teugels trekt. So the horse doesn't want pain. Dus dat paard wil die pijn niet. It doesn't want. Het wil die pijn niet. So he stops. Dus dan stopt hij. Then you want to go to the right to hit the thing. En dan wil je naar rechts gaan en dan he doesn't want you to be hitting. Een beetje
Of dan tik je. What happened? En wat gebeurt er dan? He moved to the right. Dan gaat hij naar rechts. Are you getting this? Begrijpt u dit? It's the same with your Christian walk. En zo is het ook met je christelijke wandel. The reason why you move to the right. De reden waarom je naar rechts gaat. That is the direction. Is omdat dat de richting is. You are the one to direct the horse. U bent degene die richting moet geven aan het paard. As many as are led by the Spirit. Zij die geleid worden door de Geest. It is the Spirit of God leading us. We are not leading Him. Het is de Geest van God die ons leidt. Wij leiden de Geest van God niet. Stop trying to lead God. Houd ermee op om God te leiden. That's why you have pain. Daarom heb je dus ook pijn. Some of you, if he spoke to you in your dreams, you are still fighting him. Sommige van jullie, als hij niet heeft gesproken in je dromen, ja, dan ga je nog steeds tegen hem strijden. Then sometimes you pretend like you don't understand him. En soms doe je alsof je hem niet begrijpt. You pretend. Je doet alsof. Ja, yeah, zeg het, zeg het. One day somebody called me a thief. Op een dag noemde iemand mij een dief. And one day, en op een dag, the Lord sent me to the same person that called me a thief. Stuurde de Heer me toen naar die persoon die mij een dief had genoemd. To go and bless the person. Om die persoon juist te zegenen. And the person never apologized. En die persoon heeft nooit excuses aangeboden. Why did you obey God? Waarom heb je God gehoorzaamd? That was my breakthrough. Omdat daar mijn doorbraak in lag. So what did I do? Dus wat deed ik? I moved. Ik ging. I didn't even tell nobody. En ik had het tegen niemand gezegd. I didn't tell my wife. Ik had mijn vrouw ook niets gezegd. I just moved. Ik ging gewoon. I called the person, hello. Ik belde die persoon of ik zei hallo. Where are you? Waar ben je? The person said, de persoon zei. This is many years ago. En dit is many years ago. Veel jaren terug. The person said, en die persoon zei. I am here, I'm doing that, I'm ik doing ben that. Hier en ik doe dit en dat. I said, okay. Ik zei oké. Okay. I said, I'm here. Ik zeg ik ben hier. I just came to see you. Ik ben gekomen om je even te zien. So what did I do? Dus wat deed ik? I did what I have to do. Ik deed wat ik moest doen. And I was leaving. En toen ging ik weg. While I was leaving. En terwijl ik wegging. The person held me back. Hield die persoon me achter. Then the person. En die persoon toen. Begin to confess. Begon nu te belijden. All the things he did. Al die dingen die hij I had didn't gedaan. Come for that. Daar was ik helemaal niet voor gekomen. I was obeying God. Ik gehoorzaamde God gewoon. And to be honest, I did not hate the person. En om eerlijk te zijn, haatte ik die persoon ook niet. It was a phase for my promotion. Het was een fase voor mijn verhoging. I just obeyed God. Ik gehoorzaamde God gewoon. The person began to tell me things that I didn't know. En die persoon begon me dingen te vertellen waar ik niks van wist. Said, do you remember you came and you told me this? En zeg, herinner je nog dat je kwam om me dit te vertellen? I fought you. Ik heb je bevochten. It was so and so that was telling me this. En het was die me dit vertelde. I say church people. Ik zei kerkmensen. I say forget it. Ik zeg vergeet het. This is another phase. Dit is een andere fase. I say well, God bless you. Ik zei oh, God zegen u. I love you. Ik hou van u. You are my brother. U bent mijn broeder. I hug him. Ik heb mijn knuffel gegeven. So tight. Zo heel stevig. I walked away. En ik liep weg. If it was somebody. Als het iemand was geweest. The person said me. Had die persoon kunnen zeggen ikker. Ik? It doet hem niet. Me? I'm not gonna do this. Now who is having problem? Maar wie heeft er nu een probleem? You or the person? Jij of die persoon? You are putting a yoke. Jij zet dan een juk van gebondenheid around your own neck. Om je eigen nek heen. You get tired. Je raakt vermoeid. Spiritual fatigue. Geestelijke vermoeidheid. For nothing. Voor helemaal niets. You become unstable. Je wordt onstabiel. You fought the thing until God. The word that God gave to you, the devil took it away from you. Je hebt zo gevolgd dat dat woord wat God je heeft gegeven, dat de duivel het gewoon van je heeft weggehaald. Are you getting this? Begrijpt u dit? Are you sure? Weet u dit wel zeker? So go back to the text. Dus laten we teruggaan naar die tekst. Take my yoke upon you. Learn of me. He said, learn of me. Hij zegt, leer van mij. Get to know me. Leer mij kennen. Get to understand me. Leer mij te begrijpen. God knows that is your problem. God weet dat dat uw probleem is. So when you pray that prayer, he didn't do anything. Dus toen hij dat gebed bij deed hij niets. He said. En toen zei hij. Can I show you something? Mag ik je iets laten zien? You are there grumbling. Je bent daar aan het mopperen. It will take long. It's taking too long. Ik kan niet meer wachten. I cannot wait any longer. Move on hours. I'm tired of everything. Really? Echt waar? Why? Waarom?
You don't know him. U kent hem niet. That is how I was sitting. En dat is hoe ik zat. I was standing there doing dishes by Vondelpark. En ik stond daar om de afwas te doen in het Vondelpark. My wife was standing in front of me. En mijn vrouw stond voor me. All what I was thinking is, en het enige waar ik aan dacht was, I have to go to America. Ik moet naar Amerika. To do what? Om wat te gaan doen dan? Before all this chaos happened in America. En voordat al deze chaos plaatsvond in Amerika. I went to America. Ging naar Amerika. And while I was in the plane, en terwijl ik in het vliegtuig I saw was, something which I'm not going to talk about it. Zag ik iets waar ik het niet over zou gaan hebben. But one day I stood in church. Maar op een dag stond ik in de kerk. Before corona came. Voordat corona kwam. Before Trump became president. Voordat Trump president werd. Because before anything happened. Voordat wat dan ook gebeurde. I told the church. Had ik al tegen de kerk I gezegd. Certain nations. Had ik al bepaalde naties opgenoemd. I said God will shake these nations. Ik zei, God zal deze natie doen schudden. One of them. En één van ze was Amerika. Was Amerika. Yeah. I said, America will be shaken. Ik zei, Amerika zal gaan schudden. And look at me. En keek naar me. Now I'm married. En nu ben ik getrouwd. And God was. My miracle was standing in front of en mijn wonder stond precies voor mijn neus. I had my own idea. Maar ik had toch mijn eigen ideeën. Yoke of bondage. Juk van gebondenheid. Just because you cannot see. Omdat je niet kunt zien. It doesn't mean God doesn't love you. Betekent nog niet dat God niet van je houdt. Because sometimes love can be standing in front of you, you don't still see it. Want soms kan de liefde recht voor je neus staan. Understand? En toch zie je maybe het niet. You can be standing in front of your husband, you don't see it. Misschien kan je recht voor de neus van je echtgenoot staan, maar je ziet het helemaal niet eens. Because the only way that you are thinking your husband have to come. Want de enige manier hoe je denkt dat die echtgenoot van je moet komen. He has to come from Ghana with a suitcase. Is dat hij ergens uit Ghana moet komen met een koffertje. Jesus. Well, let me not go there. Let me not go there. Say rest. Zeg rust. Like somebody is saying, I have to break out in music. Net als dat iemand zegt, ja, ik moet uitbreken in muziek. So now hoor. You take all the singing course. Dus nu neem je allemaal van die zangcursussen. String one, string two, string three. Nobody even heard you. Niemand heeft je then gehoord. Somebody come and he's singing like me. Hallelujah. It's like when the person have a conference, everybody is going. Then you that took all your singing. Maar jij die al die zangcursus hebt genomen. There's something that we call surrendering to the anointing. En er is iets wat we noemen overgave aan de zalving. That is what makes you different from the rest. En dat is wat je dus onderscheidt van de rest. I know some musicians, I hear them sing. En ik ken bepaalde muzikanten, ik hoor ze wel zingen. I look at them. En ik kijk naar ze. I say, no, there's something behind the voice. En ik zeg, nee, er zit because iets achter listen, die stem. I look, I listen to that voice. Want wanneer ik luister naar die stem, it should be God. Dan moet het dus God zijn. Yeah. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, his yoke dus zijn juk will stabilize you. Zal u dus stabiliseren. Learn of me, Mantano, Mantano, Mantano. Learn of me, Mantano. That is the name. Leer Mantano. Van mij. Learn of me. Leer van mij, Mantano. I did not say Tano, I say Mantano. Mantano. Somebody said to me, are you always studying like this in the Greek and the things? How do you want me to study that? En studeert u dan altijd in het Grieks? Ja, hoe wilt u dan dat ik het studeer dan? Mantano. Mantano. So you can give a boy that name, Mantano. Dus je kan een jongen Mantano noemen als je een zoon krijgt. Say you are a student. Je bent een student. Hey. It means acquire knowledge. Het betekent verkrijg kennis. Acquire knowledge. Verkrijg kennis. Acquire skill.
Verkrijg vaardigheid. Have experience. Heb ervaring. Don't just go about making mistakes. Ga niet zomaar fouten maken. Learn. Maar leer. Get some experience. Verkrijg ervaring. Anytime God let you go through a circumstance, He want to give you an experience. Iedere keer dat God je toelaat om door een omstandigheid heen te gaan, wil Hij u een ervaring geven. What kind of experience? Wat voor soort ervaring? Experience with Him. Een ervaring met Hem. I do what I see my Father do. Ik doe wat ik de Vader zie doen. I believe Jesus also saw how God handled storms. Geloof ook dat Jezus had gezien hoe God met stormen afrekende. So he just got up. Dus hij stond gewoon op. Instead of causing warfare, he said peace. In plaats van dat hij zorgde voor oorlog, zei hij nee, vrede. Peace, be still. Stil, zwijg, wees stil. He saw it. Hij had het gezien. Learn of me. Leer van mij. Learn of me. Leer van mij. Acquire knowledge. Verkrijg kennis. Let me give you an experience. Laat me u een ervaring geven. Stop looking around. Hou ermee op om je heen te kijken. Stop moving there and there. Hou ermee op om hier en daar naartoe you te gaan. You don't have rest because you are not looking up. Je hebt geen rust omdat je niet omhoog kijkt. You are only complaining. Je bent alleen maar aan het klagen. You prayed. Je hebt gebeden. Nothing happened. En er is niets gebeurd. It's good that nothing happened. That's why nothing happens. Het is goed dat er niets is gebeurd. Daarom gebeurt er ook niets. I've been waiting and waiting for many years now. Keep waiting. En ik heb gewacht zoveel jaar. Blijf doorwachten. All the time that you are waiting, what did you learn? In al die keren dat je wachtte, wat heb je ervan geleerd? Don't you know God want to teach you your waiting? Weet je dan niet dat God je wil iets leren ten tijde van je wachten? Waiting is a classroom. Wachten is een klaslokaal. It's not punishment. Het is geen straf. HBO, year one. HBO, jaar 1. You are in that classroom the whole year. You are waiting. Je zit het hele jaar in het klaslokaal. Je wacht dus. For the next year. Voor het volgende jaar. It's not punishment. En dat is geen straf. Since when did waiting become punishment? Sinds wanneer is het wachten nu een straf geworden? You are acquiring knowledge. Je verkrijgt kennis. For year 2. Voor jaar 2. But you know what they will tell you? Nee, maar weet je wat ze you have zeggen? Been wasting a lot of time. Ja, je hebt heel veel who tijd told verspild. Them that? Wie heeft ze dat gezegd? And then you start to believe. En dan begin je te geloven. Since you have been waiting, no, let's just go on a dating site. Ja, sinds dat je hebt gezegd, laten we gewoon naar een dating site gaan. How, I'm telling you a true story. En ik vertel je een waar verhaal. A lady was in church like that faithful. Een dame was heel trouw in de kerk. Then. En toen. She started dating site. Begon ze nu op een dating because site she had been te gaan. Waiting and waiting. Omdat ze zo heeft gewacht en gewacht. So she picked this guy. Dus ze had deze gast opgepakt. I don't want to disclose the identity. En ik wil niet vertellen over wie het gaat. Mr. Guy was nice. En de meneer was heel but erg but Mr. Aardig. Guy was never born again. Maar hij was niet eens wedergeboren. And when they start together, en toen ze begonnen samen, HIV also coming. Kwam ook nog gif erbij kijken. The guy moved from America en verhuisde vanuit Amerika to the Netherlands. Naar Nederland toe. Made the lady's life a living hell. En maakte van die dame haar leven één levende hel. A Dutch lady. Een Nederlandse I had to go dame. And cancel it. Ik moest haar raad gaan geven. The guy had his own belief system. En die man had zijn eigen vertrouwenssysteem. Then she discovered he was never born again. En toen ontdekte ze dat hij helemaal nooit weer geboren was. Manipulators are on dating sites. Weet je niet dat manipulatoren op dating sites verkeren? Learn of me. You don't want to learn. Leer van mij, maar je wil niet leren. The only simple instruction that God gave you in the morning. You are about to go to that store. God just said, do your hair nice. That one you didn't do. What did you do? You put a capuchon. So the guy was supposed to see your real face. Could not see you anymore. Because capuchon was on your head. En de enige simpele instructie die je had is. Doe je haar netjes en mooi. En je gaat naar de winkel. Nee, je doet gewoon een capuchon over je hoofd. En die man probeert hoort je te herkennen. Maar nee, je hebt een capuchon op je hoofd. He said, no, the store is just here. Hij zegt, ja, want het winkeltje is you toch dichtbij. You didn't even brush your teeth. Je hebt niet eens je tanden gepoetst. Hey, schande. Simple instruction. Een simpele instructie. That will help you to rest. Die zal helpen om te kunnen rusten. Maybe that morning. Misschien die ochtend. God just wants you to look classy. Wilde God juist dat je er heel classy uit zou zien. Because he has positioned Johnny. Omdat hij Johnny heeft gepositioneerd. And you say, I've been waiting for 10 years. En u zegt, ja, ik wacht al 10 jaar now, lang. Now Johnny is in the winkel. En nu is Johnny in de store. But the only thing you did, maar het enige wat je you deed, didn't listen to God. Was dat je niet when naar God tell you, don't wear that jogging suit.
Toen hij zei van ja, ga je het joggingpak dragen. Then you put your capuchon on your head. En dan doe je ook nog die capuchon op je hoofd. As if you are going to rob a bank. Alsof je een of andere bank gaat gaan beroven. He said, no, I'm just running to pick. Hij zegt nee, ik ga even snel rennen. I'm just running to pick something. Om iets te halen. Are you surprised? Ben je dan verrast? Are you surprised? Ben je dan verrast? Why you are still in class one? Waarom je nog steeds in klas 1 zit? You are not surrendering. Je geeft je dus niet over. Then you say, I've been praying and praying and praying and praying and praying. Gebeden. Why didn't you examine your own prayer? Waarom heb je niet eerst je eigen gebed onderzocht? The last time you spoke to God, did you keep everything? De vorige keer dat je met God hebt gepraat, heb je toen alles voor je gehouden? It's simple. Het is heel simpel. He wants you to acquire knowledge. Hij wil dat je kennis krijgt. He wants you to know him. Hij wil dat u hem kent. Then this is you also now. You start to become, you develop some emotional stuff. En nu ontwikkel je bepaalde emotionele dingen. Say, learn of me. En dan zeg je, leer van mij. I think I have to stop here. Ik denk dat ik hier moet stoppen. You say, learn of, say, learn of me. Leer van mij. It means memorize. Het betekent memoriseer. Get to a place where what you are learning become your new. En kom op een plaats dat wat je nu leert, dat je nieuwe picture. Beeld is geworden. Je beeld. It become a new one. Dat je nieuwe beeld is geworden. Memorize it. En daar moet je over nadenken, dat moet je memoriseren. Let that controls your mind. En laat dat je hele gedachtegang beheersen. So that you can teach somebody also. Zodat je ook iemand anders het kan leren. Don't be like these people that got born again, then they want to. After you are born again, then you start to follow your culture. Yeah, it is in the Bible. I'm not talking about you. It's in the Bible. It's also in the Bible. These things that we say follow culture, no, it's not the first time. It started since in the Bible. It's in the book of Galatians. So don't always blame your parents. It's also in the Bible. En het staat in de Bijbel dat als je net wederom geboren bent, dat je dan je cultuur gaat volgen. Het staat in het boek van Galaten. It's there also. Het staat daar. Oh, you want me to read it? Of wilt u dat ik het aan u voorlees? Galatians 3. Het staat in Galaten 3. If only you will never forget. Als je het maar niet vergeet, and hoor. I pray that you don't forget. En ik bid dat je het niet gaat vergeten. Galatians 3, verse 2. Galaten 3, vers 2. Is there? Het staat er. So sometimes we want to blame people as if in the Bible there is nothing that people are doing that is new for God. En er is helemaal niets wat in de Bijbel wat nieuw is voor this God. This only will I learn of you: receive ye the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Can you see it? They start following law, but when they got born again, they believed in Jesus. En ze begonnen de wet te volgen, maar toen ze wederom geboren werden, geloofden ze in Jezus. So God want to always meet your need. Dus God wil graag altijd uw nood ledigen. But you see, maar ziet u, he wants you to know him. Hij wil wel dat u hem kent. He wants you to. Hij wil dat u hem kent. Look at your neighbor. Say, God wants you to know him. Kijk naar die buurman. God wil dat u hem kent. Prayer will help to mature you. En gebed zal helpen u volwassen te maken. But know this. Maar weet dit. In your prayer. In uw gebed. Anytime. Iedere keer. You pray. Dat u bidt. For a car. Voor een auto. God heard it. Heeft God het gehoord. But you see. Maar ziet u. God. God. Is his focus. Zijn focus. Is not the car. Zit hem niet in die auto. His focus is you. Maar zijn focus, dat bent u. Okay. You prayed for a car. Okay, je hebt gebeden voor een auto. She prayed for a car. Ze heeft gebeden voor een auto. The car is here. Die auto die is daar. God knows where the car is, right? God weet waar de auto is, toch? So who will go to the car? Dus wie gaat naar is die it auto God toe or dan? You? Is het God of bent u het? Okay. Let's go to Abeco Market. Laten we naar de Albert Kuip gaan. Maybe you don't like Abeco Market. Misschien vind je de Albert Kuip niet leuk. But in Abeco Market, maar op de Albert Kuipmarkt is the car you prayed for. Is de auto waar je voor hebt gebeden. Because he saved you, he did not save the car. Omdat hij u gered heeft en niet die auto. So when you surrender to the instruction, dus als u zich overgeeft aan de instructie, the car comes. Dan komt die auto. Because you can still give your 10,000, but you have not still surrendered. Maar je kunt nog steeds je 10.000 geven, maar nog steeds heb je er niet aan overgegeven.
Next week I'll be showing you a man that succeeded in everything, but still tell God, please bless me. En volgende week zal ik je man laten zien die succesvol was in alles, maar nog steeds tegen God zei: zegen mij. He was still begging God for blessing. Hij smeekte God nog steeds om een zegen. So what kind of blessing dus wat voor zegen nog? Ik dacht dat hij gezegend was, toch? Ga staan. Oh, Jesus. So, where are we? We are in the place of the yoke. Say the yoke. We zijn op de plaats van het juk. TBC. The tape continues. Lay hands on yourself. Leg uzelf de handen op. How many of you are just delivered just by hearing the word? Hoeveel van u zijn bevrijd alleen al door het woord te horen? You just hear the word, you get free. Je hebt het woord gehoord en dan raak je bevrijd. It's very simple. Het is eigenlijk ontzettend simpel. In Holland. In Holland. The Lord just told me. Had de Heer me verteld. Take your Bible. Neem je Bijbel. There is a room. Er is een kamer. At the far end. Ergens daar ver. Go hide there. En ga je daar verstoppen. Read your Bible there every day. Lees daar elke dag je Bijbel. Same time. Elke dag weer op dezelfde tijd. Because I was feeling bored in school. Omdat ik me verveelde op school. I was going to school. Ik ging naar school. But ik heb geen zin in. But I didn't feel like it. Not because I don't want to be in the class. Niet omdat ik niet in de klas wil zitten. Nothing was important. Maar niets was belangrijk. God took me over. God nam me over. But where I was going to read my Bible. Maar waar ik mijn Bijbel begon te lezen. Pastora's class. Pastora's les. Haar klas, die zat dichtbij die plaats. I didn't know. En dat wist ik niet eens. I knew the first day we met. Ik herinner me nog de eerste dag dat we elkaar she hadden came ontmoet. With a skirt and a coat and whatever she had. What are you supposed to do? Presentation. En she ze had said, een rok en een pakken. It's difficult. En ze zei het is moeilijk. That was the word I heard. En dat was het woord wat ik hoorde. Maybe I was too Bible inclined. Misschien was so ik tell her. Terwijl, en toen zei ik tegen haar. No, nee, is niet moeilijk. So she slapped me. Dus ze klapte me. Say, I'm not talking to you. Zeg, ik praat niet met jou. That was all. She slapped me. She said, I'm not talking. Klapte me gewoon en zei, ik praat niet met jou. I said, yes, ma. Ik zei ja, mevrouw. I kept quiet. I just smiled. En ik was stil. Ik lachte gewoon. I just smiled. Ik lachte gewoon. Then I took my Bible. Toen nam ik mijn Bijbel. I was reading. En ik las. In a particular spot. Op een bepaald plekje. Then I saw her. En toen zag ik haar. Then I said, let's be prayer partners. Laten we gebedspartners worden. So if I never obeyed God. Dus als ik God nooit had gehoorzaamd. To go to that spot. Om naar dat plekje toe te gaan. Every day. Elke dag. To pray. Om te bidden. I will never meet Pastora the second time. Zou ik nooit Pastora voor de tweede keer hebben gezien. I just want to tell you something that we call divine arrangement. En ik wil je gewoon iets vertellen wat we noemen goddelijke regeling. God. God. When you pray for your husband. Bid voor de echtgenoot. Prayer. Bid je gebed. Prayer is a tool. Gebed is een werktuig. But you see. Maar ziet u, to get the results, om de resultaten te krijgen, you need information. Heb je daarvoor informatie nodig. Are you getting this? Begrijpt u dit? You need what? Heb je informatie you need nodig? Information. So, you can pray for that thing. Dus je kunt voor dat ding bidden. God knows how he will help you get there. En God weet hoe hij u zal helpen om daarop te komen. One day can tell you, op een dag kan hij u zeggen. Just wear a white shoe. Draag gewoon een witte schoen. You pick your black shoe. Je pakt je zwarte schoen. You say, I like black. Hij zegt ja, maar ik vind zwart leuker. You say, what has that got to do with God? Clothes is clothes. Ja, wat heeft dat nou te maken met God? Kleren zijn toch gewoon kleren? Simple instructions. Simpele instructies. Touch yourself. Raak jezelf aan. Say the life of God. Zeg het leven van God. Say it's about me. Zeg het draait om mij. Say God. God. Want to break out. Wil uitbreken. Through me. Door mij heen. He want to express himself. Hij wil zichzelf uitdrukken. Through me. Door mij heen. There's somebody. It's not about things. Zeg tegen iemand. Het gaat niet om say, dingen. When I surrender. Wanneer ik me overgeef. To him. Aan hem. Things. Zullen dingen. They will come. Komen. You can be obeying God. U kunt God gehoorzamen. He just send the right people your way. En hij stuurt hij gewoon de juiste mensen op uw pad. All the things you need come.
Al die dingen die je dan nodig hebt komen. So next time when you pray for shoe, dus volgende keer als je bidt voor schoenen. Also be ready to listen to the instruction that follows. Wees dan ook gereed om te luisteren naar de instructie die erop volgt. And don't go to God and tell God I saw 1,000 euro for that miracle. En ga dan niet naar God toe en zeg van ja, maar ik heb 1,000 euro gezaaid voor het wonder. Nee. Stop telling him what you sow. Hou ermee op om te zeggen wat je allemaal gezaaid hebt. Or what you gave up. Of wat je allemaal op hebt moeten geven. I surrender my business. Ja, ik heb mijn bedrijf opgegeven. Do you think it's about the business? Denkt u dat het draait om dat bedrijf? It's about you. Nee, het draait om u. It's about. Het draait om u. It's about. Het draait it's about om u. You. Het draait om u. So lay hands on yourself. Dus leg uzelf de handen op. Dank u, Jezus. Maar voetbalcarrière. No, it's not about football. Nee, het draait niet om voetbal. It's about you. Het draait om jou. Oh, the job, the salary is so much. I need that one. Then God tell you, take the 8,000. You say, no, that one is more. No, it's about you. Maybe you are seeing demons waiting for you. Nee, maar je ziet het. It's always about you. Het draait altijd om u. Touch yourself. Raak jezelf aan. Say, I don't want to struggle anymore. Zeg, ik wil niet meer worstelen. Say, it's my time. Het is mijn tijd. To rest. Om te rusten. Say, the days of struggling. Zeg, de dagen van worsteling. Is past. Zijn voorbij. Say, instead of me. In plaats dat ik. Going to look for things. Op zoek ga naar dingen. Things are coming. Zullen dingen naar mij komen. Say, Father, thank you. Vader, dank u. For impartation. Voor impartatie. That I have received. Dat ik heb ontvangen. Knowledge today. Kennis vandaag. After today. Na vandaag. I will no more be tired. Zal ik niet langer meer vermoeid zijn. After today. Na vandaag. My struggle is over. Is mijn worsteling voorbij. After today. Na vandaag. What you say in your word. Wat u zegt in uw woord. I believe it. Daar vertrouw it ik op. It is finished. Dat is volbracht. And it is settled. En dat is gezetteld. I trust your word. Ik vertrouw op uw that woord. You are not a man. Dat u niet een mens bent. That you should lie. Dat u zou liegen. That I son of nog man. De zoon des mensen. That you will repent. Dat u zich dat what u berouw zou tonen. Wat u zegt. Is, what you is will dat do. Wat u zal doen. In the name. In de naam. Of Jesus. Van Jezus. Say, thank you, Lord. Dank u, Heer. For freedom. Voor vrijheid.